Goedenavond allemaal. Ja, blij met zo'n overweldigende belangstelling bij de overdracht van de duofiets. Ik moet zeggen, een aantal weken geleden kwam via Ati van den Broek bij ons op de club een verzoek binnen voor een duofiets. Omdat ik begreep vanwege de PGB's dat het toch allemaal wat moeilijker wordt om extra's erbij te regelen. En ik begreep dat een aantal van de bewoners gewoon minder makkelijk fietsen en daardoor moeite thuis moeten blijven als de rest in deze prachtige omgeving en met de prachtige zomer die eraan komt op pad gaan. Toen wij dat verzoek kregen, dachten we van ja, dan. Wij zoeken als Rotary Club Krimpenen-Noord-West zoeken we ook vaak lokale doelen en lokale goede doelen die we kunnen ondersteunen. En dit is nou precies iets wat we dachten, ja, dat past echt precies binnen ons plaatje. Van, de bewoners die niet kunnen meefietsen, kunnen dan wel meefietsen. Kunnen genieten van het mooie weer, kunnen meegaan met de groep en lekker in beweging blijven. Dus dat hebben we gauw kort gesloten. Jan Klingerman van onze club is langs geweest en we hebben gelijk besloten, we gaan de fiets schenken. En ik ben blij dat nu nog met het mooie weer we kunnen hem gaan overhandigen. Dus daar wil ik graag toe overgaan. Oh, daar is ook een goed slot bij. Perfect. Super. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem zelf nog niet gezien, dus ik ben heel erg benieuwd. Het ziet er mooi uit. Gaan we deze langzaam afhalen? Ja. Oh. Ja, leuk. Ja. Nou, ik wens u allemaal heel erg veel plezier op de fiets. Ik hoop dat u er veel kan van komen kunnen genieten dit seizoen en de komende seizoenen. Ja. We staan hier bij de uitkijk in Krimpen aan de Lek. En zojuist heeft de Rotary Krimpenenwaard-West een aangepaste fiets, een duofiets, overhandigd aan de bewoners van de uitkijk. Dit is Hans Iziger. Hij is voorzitter van de Rotary, al hier. En Hans, hartelijk welkom. Dank u. En bedankt voor de mooie fiets. Ja. Kun je vertellen, of wil je vertellen, wat de Rotary precies is en waarom jullie deze fiets aan de uitkijk hebben gegeven? Ja, de Rotary is een serviceclub. En wij zijn van de Rotary Club Krimpenenwaard-West. En een van de belangrijke dingen die we doen als serviceclub is naast gezelligheid met elkaar, is ook dat we veel goede doelen ondersteunen in de omgeving en internationaal. En de laatste tijd hebben we veel focus ook op de Krimpenenwaard West, op het Krimpenenwaard. Om te kijken ook wat voor manieren we mensen kunnen helpen. En deze fiets kregen we een aanvraag binnen van de uitkijk, omdat de persoonsgebonden budgetten niet veel extra's meer toelieten, waardoor een aantal bewoners als de groep ging fietsen niet mee konden. En toen kregen we verzoek binnen, kunnen we misschien een duofiets regelen, zodat die andere bewoners ook mee kunnen fietsen en kunnen genieten van het mooie weer, een beetje in beweging komen. En dat verzoek hebben we ingewilligd en vandaar dat we deze fiets vandaag overhandigd hebben. Hartstikke leuk. En wat zijn de verdere plannen nog voor de Krimpenenwaard? Zijn er al nieuwe verzoeken? Kan iedereen zomaar een verzoek indienen? Iedereen kan een verzoek indienen, maar we kunnen uiteraard lang niet alle verzoeken inwilligen. Wij kijken wat onze middelen zijn uiteraard ook beperkt. Dus we kijken wat voor middelen we hebben en wat wij dan het best op dat moment binnen de club, waar de prioriteit voor ons naar uitgaat. Je zei net voornamelijk Krimpenenwaard, maar ik heb begrepen ook internationaal waterputten en zo. Inderdaad. Nee, Rotary is een internationale organisatie. Dat geeft ook heel veel meerwaarde aan de club. We hebben veel contacten in het buitenland. En een van de hele belangrijke dingen die ook gebeuren is, een van de belangrijkste projecten de laatste tijd is geweest, polio de wereld uit. Dus de Rotary heeft gigantisch veel bijgedragen daaraan om te proberen polio helemaal de wereld uit te krijgen, zeg maar. En daarnaast zijn er nog heel veel andere projecten. We hebben een waterproject in Mali, hebben we een tijd geleden gedaan, waardoor een stuk waar mensen echt nauwelijks konden wonen, nu met voetpompen ze water uit de grond kunnen krijgen, waardoor er een gigantische ontwikkeling is geweest daar. Regionaal doen jullie nog meer. Hè? Dus wordt er ook ieder jaar een fietstocht georganiseerd, klopt dat? Ja, inderdaad. We hebben een van de langslopende projecten die we hebben is de tandemtocht voor blinden en slechtzienden. Die wordt ieder jaar georganiseerd in Schoonhoven in het voorjaar, in mei. En dit jaar geloof ik, als ik het goed heb, voor de
32e keer, maar 34e keer alweer hoor ik zojuist. Dus ja, inderdaad. En dat fietsen wij en andere mensen ook voorop. En alle blinden en slechtzienden kunnen achterop de tandem plaatsnemen. Waardoor ze toch prachtig kunnen ervaren. En iedere keer zetten we een andere route uit door de Krimpende Waard. Soms de Alblasse Waard in met de pont naar de overkant. Ja, dat is inderdaad iets wat we ieder jaar doen weer. Ja. Hij is niet alleen voor de bewoners van de Uitkijk bestemd, hè? Nee, hij is ook voor. Er zijn ook mensen die hier af en toe een dag komen. En die kunnen uiteraard ook hier gebruik van maken. Ja. Ja. En het voordeel is ook dat er veel mensen met begeleiders zijn of met familie. Dus kunnen vaak samen met iemand anders kunnen ze dan van de fiets gebruik maken. Ja. Oké, prima. En we zijn ook erg blij dat we hem op dit moment nog hebben kunnen overhandigen. Met het prachtige weer en de prachtige wereld voor uitzicht. Dus ik denk dat mensen er veel van kunnen genieten de komende tijd. We gaan het zien. Ik denk dat we ze wilde het dorp gaan zien fietsen.